Hallo, ik ga jullie een stukje voorlezen van Kalle en het dino-ei. Dat is een Kalle-boekje, die ken je misschien wel, Kalle. Kijk, dat is ook een Kalle-boekje. Dit is Kalle, maar dit is niet het boekje dat ik ga voorlezen. Want dat boekje Kalle en het dino-ei, dat bestaat nog helemaal niet. Het is wel al geschreven door Hermine Landvreugd. En Hermine heeft het al naar mij toegestuurd. Hoewel het nog geen boek is... Het is wel al geschreven, dan mag ik een stukje voorlezen. Dan zijn we de allereerste die uit dat boek al wat te horen krijgen. Leuk, hè? Ik zal eerst even een klein beetje vertellen waar het over gaat. Want ik begin meteen in het midden, meteen in een heel spannend stukje. Dus dan heb je een beetje een idee waar het verhaal over gaat. Kalle gaat met zijn moeder en zijn stomme zus op vakantie naar een goedkope camping in België. Daar ontdekt hij een doorgang naar de dino-tijd. Het schotelvarken verschijnt ook weer op het toneel. Schotelvarken, kijk. Dat is deze. Dat is, nou ja, die heeft weer snode plannen. Schotelvarken, de generaal, zo heet hij ook wel. Nou, ik ga beginnen met voorlezen. Klaar zitten allemaal. Dan gaan we, oh ja, dit hoofdstuk, dat heet De gevaarlijkste dino die ooit heeft bestaan. Dus dat wordt een spannend hoofdstuk. Het bruin gevlekte ovale ding ligt ongeveer een meter voor de ingang. Af en toe schommelt het hevig, met hoekige bewegingen, alsof er iets in zit dat eruit wil. Austroposeidon magnificus, mompelt het schotelvarken. Het ding ligt nu stil. Of een pterosaurier natuurlijk. Wat zeg je? Vraagt Kalle. Ik twijfel, zegt het varken. Het is een dino-ei, dat is duidelijk. Maar van welke dino? Ik denk toch van de Spinosaurus of de Giganotosaurus. In ieder geval van de grootste en gevaarlijkste dino die ooit heeft bestaan. Dat gebrul dat we hoorden, dat is natuurlijk zijn moeder. Die is op zoek naar haar ei. Het ei trilt en tolt om zijn as. Gevaarlijke dino, zegt Kalle zenuwachtig. Hij doet een stap achteruit. Heel interessant, maar laten we nou maar snel teruggaan naar de tent. Rol jij dat ei terug, die duiker in, dan kan die mooi terug naar waar hij vandaan komt, hè? Naar zijn eigen dino-tijd. Hup, weg met dat ei, denkt Kalle. Er staan zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd. Het schotelvarken koud nadenkend op zijn onderlip. Gluurt berekenend om zich heen. Hij pakt het ei heel voorzichtig op, alsof het een kostbare schat is. Ik weet wat wij gaan doen, zegt generaal. Hij pauzeert en steekt zijn billen pontificaal naar achteren. Laat even een scheetje en vervolgt. Wij, ik, gaan dat ei terugbrengen naar zijn moeder. Wij, jij, gaat eerst even kijken waar die moeder uithangt. Hey, heeft een dino net als ik geen vader dan? Vraagt Kalle. Geen idee, zegt de generaal. Ja, ik ga niet de duiker in, zegt Kalle. Zijn hart bonst en hij moet bijna huilen. Ik wil niet naar de dino-tijd. Misschien verander ik ook wel door die tijdatomen, net als die lasser. Straks ben ik in allemaal stukjes, als een Kalle-puzzel. Stom schotelvarken, met je stomme ideeën. Ga jij maar lekker zelf. Die moeder die loopt al ergens in het bos, vermoed ik. Of misschien wel op de camping zelfs. Wij gaan allebei niet in die duiker. Hè? Jij gaat iets heel anders doen. Ik hijs jou in die mast. Dan heb jij goed uitzicht over het terrein en dan kun je kijken waar dat beest uithangt. Ik zoek ondertussen hier een beetje in de buurt naar sporen. En als we die dino hebben gespot, dan gaan we er samen op af. Ja, het schotelvarken wijst met zijn snuit naar een hoge vlaggenmast. Die staat een stukje verderop op het terrein van de fabriek. Naast het bakstenen kantoorgebouwtje met het platte dak. Boven in de mast hangt de vlag. Zwart-geel-rode Belgische vlag. Dat zijn ze, hè? In België. Hij hangt slap, want het is bijna windstil. Hoog de lucht in.
Ja, dat lijkt Kalle leuk. Hij is ook gek op het reuzenrad en op de achtbaan in de Efteling. Het kantoortje is gesloten. Iemand heeft graffiti op de rolluiken gespoten. De vlaggenmast staat midden in een bed paarse viooltjes. Kom dan hier, zegt het varken. Hij legt het ei behoedzaam in het gras. Hij blijft het goed in de gaten houden. Het ei trilt nauwelijks merkbaar. Generaal bindt het vlaggetouw om Kalle's middel. Hij legt er eerst een dubbele knoop in en dan nog een flink aantal speciale knopen. De gareelsteek, de diagonaal shorring, de achtknoop en de achtvormige shorring. Zo, die zit. Die komt uit zichzelf nooit meer los, mompelt het schotelvarken. Tevreden bekijkt hij alle knopen en begint Kalle op te hijsen. Daar gaat Kalle van de grond, zijn hielen eerst. Generaal is goed getraind in het leger. Hij is dik en ook heel sterk, dat kun je nu goed merken. Het schotelvarken short met lange halen aan het touw. Zijn biceps bollen op in zijn armen. En onder een laag roze spek zie je zijn buikspieren zitten. Roets, swoes, 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 roets. In een flink tempo stijgt Kalle boven de struiken uit, boven het platte dak van het kantoor. Hij voelt de wind in zijn kuif. Al snel hangt Kalle helemaal boven in de top, naast de vlag. Kalle wappert met zijn benen heen en weer. Hij tuurt over de ruisende toppen van de immense oude bomen en speurt naar de dino. Alleen de grijze torens steken nog boven hem uit. Ja, Kalle geniet daarboven in de mast. Hij heeft zin om iets te roepen. En dat doet hij ook. Iets Belgisch. Amai! Amai! Ik ben Kalle! Amai! Waterzooi! Zijn handen heeft hij als een toeter om zijn mond. Een kraai schrikt en vliegt weg uit de boom. Waterzooi! Roept Kalle nog een keer. Gewoon omdat het zo leuk klinkt. Kalle kijkt omlaag of generaal hem wel hoort. Het schotelvarken lijkt daar beneden zo klein als een Playmobil poppetje. Hij short het hijstouw goed vast aan de paal, zodat Kalle niet naar beneden kan vallen. Kijk naar mij, roept Kalle. Hij wuift. Kijk dan! Het schotelvarken kijkt even omhoog, maar zwaait niet terug. Hij lijkt even te aarzelen en pakt dan snel iets van de grond. Vast en zeker het ei. En hij trippeltrappelt haastig op zijn hoefjes het terrein af. Nou ja, wat gaat die nou doen? Waarom gaat die er zo stiekem vandoor? Ze zouden toch samen het ei gaan terugbrengen. Hé, hey, roept Kalle met zijn handen nog steeds om zijn mond. Wat ga je doen? Wacht op mij. Haal me naar beneden. Maar het schotelvarken kijkt niet om. Hij verdwijnt het donkere bos in. Nu snapt Kalle het. Generaal wil hem afschudden. Daarom heeft hij hem zo stevig vastgebonden en hoog in de paal gehesen. Generaal is helemaal niet van plan het ei terug te geven aan de moeder dino. Hij gaat het pikken. Hij wil voorkomen dat Kalle daar een stokje voor gaat steken. Opeens klinkt er een oorverdovend lawaai. Het geluid van beton dat scheurt en vermorzeld wordt. Alsof er een sloopkogel tegenaan beukt. Ja, en hier ga ik stoppen. Spannend, hè? Hoe zou dat nou aflopen? Nou ja, het hoofdstuk heet De gevaarlijkste dino die ooit heeft bestaan. Dus ja, je moet het maar gaan lezen, hè? Kalle en het dino-ei.